Christoffel kort na de wedstrijd, 3-4. Dat zijn zware cijfers, of overdrijf ik een beetje? Zware cijfers zou ik het nu niet echt gaan noemen. Ik denk dat we vooral vandaag op een heel efficiënte tegenstander zijn gebotst. Komen telkens achter op heel slechte momenten eigenlijk, telkens als we terug leken in de match te komen. Het doet gewoon pijn om elke keer als je terug de aansluitingstreffer maakt, dat zij dan toch wel ook met een gelukje vaak het doelpunt maken eigenlijk. Maar 4 doelpunten tegen thuis, het tikt wel door, hè? Ja, sowieso. Ik denk vooral de eerste 2 doelpunten breken we een beetje aan maturiteit achteraan. De laatste 2 goalen, daar konden we eigenlijk niks aan doen. De derde spelen ze heel goed uit. De vierde maakt een foute bots, waardoor hij nog met een rare curve over de keeper vliegt. Je kunt natuurlijk niks aan doen, maar het komt wel aan thuis natuurlijk. De goede bedoelingen zijn er wel. Vorige week ook tegen L'Olivière, maar het was ook 0-3. Dus je loopt eigenlijk week na week achter de feiten aan. Ja, sowieso, maar ik vond nu wel, vorige week op L'Olivière was het eigenlijk, thuis tegen L'Olivière was het gewoon een beetje te plat. Ik vond dat we vandaag heel goed aan de aftrap zijn verschenen. En eigenlijk de hele match door hebben we een goede mentaliteit getoond. We zijn gewoon op een heel efficiënte tegenstander gebotst vandaag. En, het zat gewoon niet mee. Het blijven natuurlijk 0 punten, jammer in een thuiswedstrijd toch? Ja, inderdaad. We hadden toch wel een heel sterke thuisreputatie. Ik denk dat we sinds vorige week nog maar 1 keer in 1,5 jaar verloren hadden. En nu 2 keer op rij. Ja, dat doet pijn, maar we hebben een heel sterke groep en we komen hier sowieso wel boven. Het klassement is ook totaal nog geen drama. We komen vanuit 4e vorig jaar. Dus ik denk op dit moment dat iedereen wel getekend voor een 11e plaats ongeveer op staan. Dus er is zeker geen reden tot paniek en ik ben er ook zeker van. Dat we binnenkort wel terug een reeks neerzetten. Geen reden tot paniek, maar het blijft de grijze middenmoot. Wat zijn dan de ambities voor na nieuwjaar? Ja, absoluut. De grijze middenmoot zou ik het nu niet noemen. Er is altijd gezegd geweest dat het is een overgangsjaar is. Dat we middenmoot, daar tekent iedereen voor, zoals het bestuur. Dus ik denk niet dat we daar nu moeten over dramatiseren. Ik kan niet elk jaar voor de prijzen meedoen. Zeker niet. Het is toch een heel sterke reeks. Maar toch een topploeg of 6 eigenlijk, dus binnen die top 6 geraken is sowieso al heel moeilijk. Dus als je daar net onder kan spelen, vind ik dat zeker niet slecht. En met de 12e plaats denk ik dat we nu hebben, is dat ook zeker nog niet onmogelijk.